En daar zijn we weer voor het volgende dicté. Vandaag is het een plaatjesdicté met sch-woorden en schr-woorden. En luister daar heel goed naar, want soms komt een woordje, daar komt ook een r in voor, maar dan niet meteen na sch. Maar hoor je wel de r en dan is het niet schr. Dus let daar goed op welke volgorde hoor je de woordjes. We gaan de plaatjes laten zien en daar hoort een woordje bij. Dit is schaar. Schrijf op schaar. Die gebruiken we vaak, hè, om te knippen. Op dit strand is veel schuim. Schrijf op schuim. Schuim. Deze mevrouw is aan het schrijven. En dan schrijven wij op ik schrijf. Schrijf op schrijf. Schrijf. Welke letters hoor je achter elkaar? Schrijf. Dit kindje is gevallen en heeft een schram op zijn arm en een schram op zijn been. Schrijf op schram. Schram. Deze toren is heel erg scheef. Het is de toren van Pisa in Italië. En dat jongetje hier vooraan, die staat op een paaltje geklommen, die probeert hem weer recht te duwen. Ik denk niet dat het lukt, want het is een heel groot gebouw. Maar wij gaan opschrijven scheef. Deze toren is heel scheef. Schrijf op scheef. Scheef. Dit is een schroef. Hiermee kun je dingen aan elkaar maken, vastmaken. Met een schroevendraaier samen. Schrijf op schroef. Schroef. Als we de stallen moeten uitmesten, hebben we deze schop nodig. Schrijf op schop. Schop. Daarmee kunnen we de stallen weer schoonmaken en hebben de paarden 's avonds ook weer een schoon bedje, een schone stal met stro. Maar we schrijven op schop. Dit kindje is aan het schrikken. En wij schrijven op ik schrik. Schrijf op schrik. Schrik. Ik schrik. Schrik. Dit is een hele mooie nieuwe schuur op het erf van een boerderij. Schrijf op schuur. 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 En het laatste woordje van het dicté. Dit is een kaasschaaf. Een kaasschaaf, daarmee kun je plakjes van de kaas afschaven. Dan mag je kiezen wat je gaat opschrijven. Schrijf je op schaaf of schrijf je op kaasschaaf? Een kaasschaaf is net wat moeilijker, dus ik ben benieuwd wat je gaat kiezen. Schrijf je op schaaf? Die is al moeilijk. Of schrijf je op kaasschaaf? Dat zijn eigenlijk twee woordjes aan elkaar geplakt. Je mag het zelf weten. Schaaf of kaasschaaf. En dan gaan we het nu controleren. Maar eerst ga je nog even zelf de woordjes lezen. Klopt het? Als ik het teruglees, hoor ik dan ook het woordje wat toen straks gezegd is? Of heb ik een letter gemist? En dan gaan we het nu controleren. De antwoorden van het dicté. Schaar,
schuim, schrijf. En achteraan komt nooit de V van vis. Want dat doen we alleen in Rusland, hadden we verteld, hè? Schram, scheef, schroef, schop, schrik, schuur, schaaf of kaasschaaf. En heb je kaasschaaf gekozen, dan moet je twee keer een s achter elkaar zetten. Zien jullie dat? Want je hebt het woordje kaas en je hebt het woordje schaaf. Die plak je wel tegen elkaar, maar ze hebben allebei hun eigen letters. Jullie hebben het weer fantastisch geprobeerd en gedaan. Hartstikke trots. Maak een fotootje van je dictee. Stuur het op. En je verdient een gouden munt. Bedankt. Tot ziens.